TBN Prime Alert van donderdag 5 juni 2014. Uw aandacht voor de headlines. Per misser oriënteert zich de Saronbrug. Nieuwe brug brengt veel veranderingen teweeg. Autoloze dag op 22 september. Man die vrouw neerstak aangehouden. Directoraat Cultuur viert Hindoestaanse immigratie. VHP organiseert toneelstuk in verband met de Hindoestaanse immigratie. Bond PA verliest kortgeding. Wat betekent 141 jaar Hindoestaanse immigratie voor u? En Bouterse naar opening WK voetbal. Minister Rabin Permisser van Openbare Werken en dienststaf, die hebben vandaag een oriëntatiebezoek gebracht aan de brug hier bij Saron. U weet het, deze brug die zou in feite al heel lang opgeleverd moeten worden, maar vanwege een hele romslom rond de grondenkwesties hier kan dat alsmaar nog niet. Vandaag heeft de pers wederom aan de minister gevraagd wanneer deze brug opengaat. En de minister die houdt zich aan hetgeen hij in het parlement heeft gezegd, de mand waarin deze brug namelijk open zal gaan. We hebben ook gesproken met de heer Waldo Ramdihal, die ook inging op waarom er namelijk vertragingen zijn opgetreden bij de bouw van deze brug. Minister, we ontmoeten u hier bij de brug nabij Saron, de nieuwe brug. Betekent dat zoveel als dat de opening zo gauw mogelijk is? De opening heb ik gesteld in het parlement midden dit jaar. En zoals u ziet is de brug technisch af. Er zijn een paar zaken die afrondend zijn. Hè? Zoals het fatsoeneren en zo, het metselwerk. Dat zijn kleine dingen, maar technisch is het af. Maar nu is het de zaak van de opritten, zowel als aan de noordelijke zand, Paramaribo-zijde, als aan de Wanica-zijde, de zuidelijke kant. En we hebben net gezien, het is een kwestie van een paar dagen, maar goed, we moeten met het weer rekening houden. Als het weer meewerkt, is het geen zware klus. En hoe zit het met dat gedeelte van de grondenkwesties? Dat hebben we afgerond. En enkele issues hebben we agreement om het de komende dagen af te ronden. Waar zitten de knelpunten voor wat de grondenkwesties aangaan? Oh, dat zal ik u meenemen in het lange traject wat we doorlopen hebben. Eerst de kaarten, de exacte afmetingen, de eigendomsrechten, dan boedelkwesties en al dat soort zaken. En ook waar mensen op overheidsterrein zaten. Ja. Dat soort zaken hebben gespeeld in de afgelopen periode. Toen ik kwam, dat was in juni 2011, begon ik al, ik dacht in augustus al, wat deze issue betreft. En daar moet ik nogmaals hoor, meneer, de mensen van ROGB, de minister en de staf, enorm erkentelijk dat ze vele uren met ons gezeten hebben, met de directievoerder. Dat wordt zwaar aangetrokken. De aannemer zelf is ook actief geweest, toch? Met de mensen te praten. Het is van verschillende kanten gekomen. Ook hier merk je dat de eigendomsrechten misschien goed verankerd liggen. Ja. Nou, zou je zeggen dat OW een beetje achterstevoren heeft gewerkt? Zou men dat niet eerst hebben moeten oplossen voordat men begon aan de brug? Achteraf kan je zoveel analyses hebben. Ik zeg, we zijn in een bepaalde situatie en met all hands on deck gaan we er tegenaan en dat hebben we gedaan. Na de opening kunnen we lang en breed analyseren, in de geschiedenis induiken. Dan is het moment dat we dat overlaten aan heren en dames critici. Wat heeft de brug Suriname gekost tot nu toe? Ik heb net begrepen, heeft het de brug met, het is niet alleen de brug, met de aansluitende wegen en er worden nogal wat constructies daaromheen. Afgerond dacht ik, ja, afgerond 59 miljoen SRD, als ik het zo goed uit het hoofd heb, anders word ik gecorrigeerd. Om wat voor type brug gaat het hier? Om een belasting van 60 ton. En dat is ook een van de hoogste categorieën die we hebben. Ja. Als we het hele romslam eromheen niet hadden, heer minister, binnen welk tijd zou u dan allemaal opgeleverd zijn geworden? Ja. Zo'n brug, puur technisch, minder dan een jaar kan je het bouwen. Als je geen romslomp hebt. Goede voorbereiding, het bouwen is minder dan een jaar.
Als meneer Namiko niet kon, hebben we andere aannemers die dit in 6 tot 9 maanden kunnen doen. Maar dat is niet een issue. Ja, toch? Het is een issue dat er stagnaties waren vanwege de vele andere zaken die we hebben genomen. We hebben in Suriname, daarom haal ik het aan, daar mogen we trots op zijn. We hebben goede technici, goede aannemers in dit land. Daar mogen we ook trots op zijn. Want in een aantal landen in het Caribisch gebied hebben ze zulke goed gekwalificeerde aannemers niet van dat niveau zoals wij dat hebben. Eigenlijk is het de oproep dat onze aannemers ook in de regio zich moeten gaan oriënteren. Dat is genoeg werk wat ze kunnen doen. Wij in de afgelopen periode, nog een keer met trots hoor, hebben grote werken. Soms heb je mensen van buiten die zijn gekomen, de welbekende namen. Maar daadwerkelijke werk is merendeels gedaan door Surinamers, Surinaamse ondernemers als onderaannemers. En daarbij ook de technici die we hebben in de vorm van de ingenieursbureaus, die als directievoerders, ontwerpers, daar mogen we trots op zijn. Ruswijk en Ruswijk, meneer Ruswijk is niet zomaar een naam. Als ik dat zeg, lijkt het er misschien omdat hij hier zit. Maar gaat u maar. En dat is een hele geschiedenis aan projecten gekwalificeerd en kwalitatief neergezet. Daar kunnen we weinig aan nadoen. En zo heb je nog een paar mensen. Laten we dat goed vaststellen waar we trots op zijn. Heeft OW nog geld om de brug over de Van het Hoogruisstraat, dan kijk ik die richting op, nog te fatsoeneren, te repareren? Wij hebben geen projecten opgebracht die wij financieel niet kunnen afhandelen. Wanneer wordt daarmee een aanvang gemaakt? 2015. Dan gaan we even bij meneer Ramdihal. Meneer Ramdihal, het heeft u heel veel kopzorgen bezorgd, bouwen van de brug hier? Nou, kopzorgen niet, maar laten we zeggen, alleen de grondkwestie was voor mij een beetje te veel, omdat het heel erg lang geduurd heeft. En zowel mijn mensen als ik, dat wij er een beetje beu van werden, van nou moet het een keer opgehouden zijn. En nu willen we het een keer afbouwen. Mm-hmm. Maar natuurlijk waren we aan allerlei regels gebonden. En we hebben daar een beetje rekening mee moeten houden. Dus dat hebben we toen ook opgelost. En wat de technische kant betreft, hebben wij geen problemen gehad. Wij zijn mensen die wel weten waarmee we bezig zijn en wat we moeten doen, hoe dat gemanaged moet worden. Daar zijn we echt dus managers van bedrijven. En dat hebben we, dacht ik, op een keurige wijze. Zoals bij een heleboel andere projecten hebben wij altijd vlot ons werk kunnen afmaken. Ja. Maar niet dat deze brug de naam van Nameco heeft aangetast, van Nameco heeft het niet aankunnen? Nee, absoluut niet. Daar heeft het nooit aan gelegen dat we het niet aankonden. Maar ik weet dat er heel wat vragen zijn ontstaan bij mensen die, omdat het zo lang duurde met de grondkwestie namelijk. Maar die vragen heb ik, wanneer het mij gesteld werd, heb ik op de juiste wijze eigenlijk uitgelegd aan de mensen. En toen begreep men het. En het heeft niet aan Nameco gelegen, de grondkwestie. De grondkwestie was zelfs voor de overheid een probleem. Maar uiteindelijk hebben we het toch opgelost. En nu kunnen we de aansluitwegen maken. Ja. Los van het Ramslam rond de gronden heen, concreet, hoeveel tijd heeft u nog nodig voordat alles hier helemaal goed is? Kijk, de tijd noemen is een moeilijk ding, omdat je ziet het zelf. We staan hier en dan is het zonnig en dan begint het plotseling te regenen. En wat wij nu doen aan grondwerk om die aansluitwegen te maken, bij regenweer valt dat niet mee, is het heel moeilijk. Dus dit zorgt voor een beetje vertraging? De regen zorgt behoorlijk nu voor vertraging. Dus als we, daarom kunnen wij ons niet aan een tijd binden, maar als het droogtijd was, dan zouden wij wel een periode kunnen noemen, ja. Omdat ons werk, onze tempo nu afhankelijk is van de regen.
Goed, dankjewel, heer Amdian. Graag gedaan. Kijkers, als mevrouw Clea Koolen haar voordeur nu open zal maken, zal ze gelijk de brug over de Saron zien. Het is toch altijd goed om de reactie van een buurtbewoner te hebben, wat zij toch vinden wanneer een brug zo dicht bij huis wordt gebouwd. Mevrouw Koolen, u bent blij met de bouw van de brug? Natuurlijk, want het gaat om de ontwikkeling van ons land. Dus het is een heel goede stap. Heeft u iets moeten inleveren? Jawel, een derde van het perceel. 15 meter hebben we moeten inleveren. Vindt u dat erg? Niet zo erg. Ik vind het niet erg. Ja. Bent u gecompenseerd? Nee, nog niet. Maar hoopt u? Ik denk van wel. Op welke wijze hoopt u gecompenseerd te worden? Met grond of met geld? Wat ons tegemoet komt. We nemen alles mee. Maar hebben jullie misschien een beetje moeilijk gedaan in het begin? Helemaal niet. Ik heb begrepen dat in feite, niet jullie, maar dat anderen niet makkelijk hun grond wilden afstaan. Vandaar een beetje vertraging bij de bouw. Nou, in feite niet. Vanaf het begin heb ik toegezegd van, het gaat om de ontwikkeling van het land, dus je moet gewoon meewerken. Dus ik had geen bezwaar. Ja. U gaat het niet erg vinden dat u nu elke dag zo'n drukte hier af en aan zal krijgen? Ja, maar je moet eraan moeten wennen. Je gaat eraan moeten wennen. Ja, dus logisch. Kijk, het wordt een heel drukke weg. Ik heb ook kinderen. Maar ik ga gewoon tot ze moeten praten om zo min mogelijk op straat te gaan. Okay. Welke verbeteringen of veranderingen heeft u zelf moeten aanbrengen? Mijn schutting. Eigenlijk alleen mijn schutting. Maar fout moet je anders zijn. Wat zei u? Je zit waar hij stond, dus mijn schutting eigenlijk. Ja. Is eigenlijk gewoon wat minder. Okay. Ja. Hoe lang heeft u hier gewoond of hoe lang woont u hier? We zijn al om en bij 5 jaar hier. Ja. En hoe was het 5 jaar geleden hier? Toen was ik niet hier. Ja. Maar dan ben ik naar hier verhuisd. Al die maar grote bomen, al die bomen hebben ze ook omgehakt. Maar ik had heel wat kokosbomen daar op de grens. Hebben ze allemaal omver moeten dozeren. Ja. Zo ziet u dat er ontwikkeling komt? Precies. Ja. Daar jeugt u wel toe? Tuurlijk. Is een goede stap toch? En we moeten tevreden zijn. Dank u wel, mevrouw Koolen. Graag gedaan. Kijk te komen. Wij staan dat doen. Hoe lang staat jullie achter de muis om uiteindelijk... Nou, vanaf het begin toen eigenlijk de bouw van de brug gestart was. 3,5 jaar. Ja. En we kunnen niet langer wachten. Ja. Maar wat is er uiteindelijk financieel hier uitgekeerd aan de mensen? Er is geen financiële uitkering, dat weet ik niet. Dat is tussen openbaar werken, de aannemer en belanghebbenden. Worden ze met gronden gecompenseerd? In dit geval was SWM wel met gronden gecompenseerd. Hier al is wel een financieel uitbetaald, maar de overige, dat weet ik niet. Hoe heet die familie? Hier al. Alleen hier al? Ja, en SWM. Die hebben gronden gehad en de overige nee, hebben niet gehad. Die is van hen is er gekocht. Waar de rotonde staat, dat was van hier al geweest. En van SWM is waar dus in feite dus hebben we gekregen ter compensatie is aan SWM een ander terrein gegeven. Ja. Want er was hier dus... Denk ik, buizen van SWM aan de overzijde. Het is niet beter als de overheid in het vervallen vooraf afspraken maakt met de mensen. Waarom vraag je dat? Voordat het veel wordt gebouwd. Nou kijk, misschien was dat niet een planning geweest om de brug hier op te zetten. En ja, en nu aan de planning er is, dan moeten wij van de staat ons werk doen natuurlijk. Op 22 september aanstaande is het de allereerste autoloze dag in Paramaribo. En om meer bekendheid hieraan te geven, heeft de organisatie, de Boy Scout Suriname, die hierachter staat, en Paramaribo Noordoost, vandaag meer informatie verstrekt aan de media. Maar niet alleen dat is gebeurd.
de DC van Paramaribo Noordoost, de heer Mohamed Castro, die heeft vandaag ook voor wat betreft deze autoloze dag de certificaat voor goedkeuring van dit project overhandigd aan de heer Wilco Koster. We voeren u naar het moment waarop de heer Koster en de DC van Paramaribo Noordoost ingaat op deze autoloze dag, welke gehouden zal worden op 22 september aanstaande. Die discussie is onder andere inderdaad gevoerd. Eén ding wat gaat spelen is dat we mensen zoveel mogelijk gaan vragen om samen te rijden en een alternatief. Die gaan heel vroeg op de hoogte zijn van oké, kijk alvast naar uit, waar zal je transport laten? We gaan volgende week, als ik het goed heb, doen we een inspectie in de binnenstad om te kijken waar de verschillende parkeergelegenheden zijn. Want die gaan we dus ook aanbieden aan de mensen die daar werken. Dat doen we samen met de politie volgende week. Dus ook dat heeft ons aandacht. We proberen ook de bussen, ik dacht dat in het blokje, daar zit ook de lijn 9, 8 en 6, als ik het goed heb. Met TCT gaan we praten voor kijken voor die ene dag, waar kunnen dus dan die bussen hun eindhalte plaatsen, dus als het even verplaatst kan worden. Dus ook al dat soort dingen hebben de aandacht. Verder willen we de mensen adviseren voor die dag, als het enigszins kan, op de fiets te gaan. En dat we eigenlijk het fietsen weer introduceren in Suriname. Of het lopen. Dat hebben we gedaan, want tegenwoordig willen we allemaal ons snel verplaatsen. En als het kan, ons wagen nog net precies waar we komen parkeren. Dus eindelijk moet u dit zien als een beetje awareness, een beetje bewustwording van we kunnen het doen op de fiets. We kunnen helemaal samen lopen zoals we het vroeger hebben gedaan. Hè? Dus daar gaat het eigenlijk ook om. Het gaat om één dag. En wie weet, bewegen er op weg naar 22 meer mensen aan straks met meer fietsen op de weg. Ja, dus wat dat betreft geloof ik dat met de informatie die we steeds gaan blijven geven, dat de Surinamer zeker weten hun route gaan uitstippelen om gewoon hun normale bezigheden te doen. Nou, laat me dit vast zeggen, we zijn al begonnen. Onder andere u, de pers, is al bezig om dat ook steeds warm te houden voor ons. Er komen flyers. Laat me voorzichtig verklappen dat we zaterdag aanstaande in de binnenstad zullen flyeren. Dat de mensen de informatie krijgen. Zaterdag 28 juni zijn we weer in de stad. Gaan we weer meetingen verrichten. En je begrijpt ook dus dat iedereen dan staat te vragen wat is dat, hoe doen jullie dat, etc. Dus er komen sowieso commercials. Er komen sowieso berichten op weg naar 22 toe. Maar de commissaris wil wat. Er zullen duizend en één redenen zijn om te zeggen van waarom we het niet doen. Ja. Maar de belangrijkste reden om het wel te doen is natuurlijk onszelf. Ja. Onze gezondheid, ons milieu en zo. Dus laten we het meer als een zegen zien dan als een last. Zeg maar overlast van last. Ja. Ik wil het deze offer doen. Ja. Omdat de offer je geeft en je krijgt niks ervoor terug. Maar als wij zoveel, ik weet hoe dat er wordt vermeden, hè, de vervuiling. Volume neem ik aan met zoveel deeltjes per volume 1 en zo. Als we bijvoorbeeld alleen maar voor die dag het met zoveel minder kunnen doen, is dat in principe al. Misschien wordt ons dan daar weer maar daar verlengd. Wat was die? Ik heb een vraag. In het verlengde van vandaag. En als we kijken naar de frontfoto in een van onze lokale dagbladen, dan wordt dat wel een heel triste situatie bij waterkant. Met dat uw aandacht en wanneer mogen zo snel mogelijk oplossingen daar zien? Dus kijk, het is niet alleen waterkant hoor, nagenoeg hier en daar, laat maar dat zo staan en zo. En inderdaad is het zo dat, kijk, je kan een, hoe ik het zie hoor, kijk, de overheid heeft op dit moment in principe alles wat ze hebben van staat gehaald om het milieu echt goed in de gaten te
te houden, maar uiteindelijk zitten we wel met een factor toch, hoe noemen we dat weer, gemeenschapszin en zo, ja, dus dat is ook, dus het is op twee fronten. Het is, aan de ene kant natuurlijk dat wat van de overheid gedaan moet worden, en aan de andere kant natuurlijk de voorlichting naar onze eigen mensen toe, om een beetje zuiniger om te gaan met milieu. En ik ben al 3 jaar in DC en ik moet zeggen dat de mensen die hun vuil correct afhandelen, die nemen toe. En de mensen die hun vuil minder correct afhandelen, die nemen toe. Dus er is een zekere positieve trend wat dat betreft. Maar natuurlijk is het nog niet 100%. Dat zie je natuurlijk. Ja, ik als u heeft het erover dat de overheid de afgelopen jaren bezig is geweest met milieuproblemen aanpakken. Kunt u concreet dingen aanpakken? Bekend is natuurlijk de dagelijkse werkzaamheden van openbaar groen. Het vuil ophalen in de avonduren. Het elimineren van vuilstortplaatsen, illegale vuilstortplaatsen. Hier en daar, her en der en zo. Ja. Dat zijn zaken die het ophalen van grenzen en zo. Ja, dus dat gebeurt heel frequent. Dus dat kan ik u wel zeggen. Maar toch zien we wel dat het nog niet. Laten we zeggen, het beeld wat wij willen hebben. Ja, en we verwijzen altijd natuurlijk naar het Zuid-Europa. Maar we kunnen ook verwijzen naar de Caribische en een aantal landen die ook beter kunnen worden. Ja, maar nogmaals, ik wil het zo formuleren. De bewustzijn is groeien. Laten we dat doen. Zo, ja. Als ik u zeg dat wij 3 weken geleden een grote school maar hadden gedaan daar, gaat u niet willen geloven, dat hebben we gedaan. De man die gistermiddag een vrouw heeft neergestoken in een lijnbus aan de Quattaweg is intussen in verzekering gesteld. De recherche van het bureau Centrum heeft sterk het vermoeden dat deze man waarschijnlijk meer dan 3 vrouwen zonder reden gestoken heeft met een mes of ander scherp voorwerp. Overige slachtoffers die nog geen aangifte hebben gedaan, worden opgeroepen contact te maken met de recherche van het bureau Centrum aan de Keizerstraat. Vandaag, 5 juni, is het precies 141 jaar geleden dat de Hindoestaanse immigranten richting Suriname kwamen vanuit India. Het directoraat cultuur van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft deze dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan en heeft toch gemeend wat activiteiten te organiseren. We praten hierover met mevrouw Sharon Linger. Zij is projectcoördinator CGC directoraat cultuur en met mevrouw Nancy Sumter. Zij is leidingcoördinator CGC directoraat cultuur. Dames, mag ik jullie feliciteren met deze dag. Dank u wel. Ik zei het al, activiteiten in het kader van 141 jaar Hindoestaanse immigratie. Maar wat hielden de activiteiten precies in? De activiteiten hielden in dat we zijn begonnen, dus een bruidsopmaak. Daaronder valt, we hebben de Hindoestaanse cultuur naar voren gebracht. Dus de manier waarop ze trouwen binnen de Hindoestaanse cultuur. En dan hadden we dus een workshop make-up, bruidsmake-up. En hoe de kleding gedragen wordt, dus de sari onder andere. En hoe de man dus ook gekleed gaat op die dag. Waarom hebben jullie het gemeend om dit jaar een beetje anders aan te pakken? Ja, in dit kader, in het kader van Hindoestaanse immigratie,
hebben we het gedaan. Maar ook omdat de afdeling cultuur en gemeenschapscentra cultuur en cultuuroverdracht doet. Dus vandaar dat we hadden gedacht van, hey, Hindustaanse immigratie, laten we een stukje cultuur en cultuuroverdracht doen. Zoals we het eigenlijk al regulier doen. Maar we doen het vandaag speciaal. Een huwelijk in het Hindustaans. En het is geslaagd. Ja. En denken jullie dat jullie in het vervolg bij andere hoogtijdagen het misschien ook zullen aanpakken? Ik denk van wel. We zijn gevraagd geworden door de directie om jaarlijks activiteiten hier te ontplooien voor het personeel, maar ook voor het publiek. En we willen toch jaarlijks op hoogtijdagen activiteiten organiseren, wat we eigenlijk al doen. Maar laten we dan dit jaar proberen om zoveel mogelijk culturele dingen naar voren te brengen en te highlighten, dat we de dingen niet vergeten natuurlijk. Dat is belangrijk. Dan gaan we een kleine test doen, beginnende met mevrouw Linger. Wat heeft u dan allemaal geleerd vandaag? Wel, ik heb geleerd wat het allemaal inhoudt, waarom de sari van 5 of 7 plooien moet hebben, een oneven getal, waarom rode poeder hier geplaatst moet worden en dat... wat ik heel grappig vond, dat de vrouw maar 1 keer mag trouwen volgens het geloof en de man 7 keren. Vond ik heel erg oneerlijk, maar ja, dat is hun cultuur. Maar we hebben heel veel geleerd. Heel interessant. U en u, mevrouw Sumter, wat heeft u geleerd? Ja, heel erg veel. Was ook verrast over bepaalde dingen. Natuurlijk net wat mevrouw Menig heeft verteld, van, ze vertellen meestal niet in details. En vandaag hebben we echt in details bepaalde dingen gehoord. Meneer Mohan heeft ook verteld over zijn ervaring. Maar het is ook goed te weten hoe het allemaal in elkaar zit. En zodat we respect kunnen hebben voor elkaars cultuur. En vandaag heb ik ook geleerd dat, net wat Sharon zegt, de vrouw mag maar 1 keer haar rode poeder hier opzetten, maar de man mag 7 keren doen. Meneer Mohan zegt dat de jongeren nu bezig zijn dat te doorbreken. En we hopen dat het gebeurt natuurlijk, want de vrouw heeft toch ook het recht om haar leven te leiden na de dood van de man of na een echtscheiding. Niet dat wij echtscheiding toejuichen, sowieso trouwen we om in het huwelijk te blijven, om te blijven trouwen. En ik denk dat dat de doelstelling is van de Hindustaanse huwelijk, dat je eigenlijk maar 1 keer in je leven trouwt. Toch vandaag dat je rode poeder maar 1 keer mag zetten. Maar het is ook een hele ervaring vandaag. Heel leuk, heel erg goed naar voren gebracht. En ja, ik wil toch iedereen bedanken van hieruit. Ja. Ik neem aan dat jullie beide getrouwde vrouwen zijn. Nee, ik niet. Nee. Zou jij dan op het Hindustaans willen trouwen? Om één reden misschien wel. Dat je dus als het ware, dat is wat Nancy daar net uitlegde over dat van die poeder. En dat zodat het je een beetje, hoe moet ik het zeggen, bindt. Dat je dus maar 1 keer trouwt en dat je trouwt voor altijd. Ja, dus dat. U bent op het Javaanse manier getrouwd? Nee, ik zou eigenlijk ook zo trouwen. Maar okay, het was kort dag en ik wilde zo graag in het rood kleden en allerlei pram. Maar het is niet gelukt, dus daarom zei ik vandaag trouw ik in het... Ja, dus dat. Okay. Jawel. Goed, dames. Mag ik jullie heel hartelijk dank zeggen en nogmaals feliciteren met deze dag. Dank u wel. U ook. De activiteiten in het kader van 141 jaar Hindustaanse immigratie, die worden op zondag aanstaande voortgezet. En wel bij de Olifant, want daar zal een grootse natuk plaatsvinden. En de naam is Bechara Murga. We praten hierover met mevrouw Nirmala Ramdin, geen onbekende in de gemeenschap. Zij zit ook namelijk in de gendercommissie van de VHP, want de gendercommissie en de jongerenraad van de VHP, die hebben de koppen bij elkaar gestoken en hebben dit toneelstuk in elkaar gezet. We praten met mevrouw Ramdin, zoals ik het net zei. Bechara Murga, wat is het verhaal? Murga is kip, wat is het verhaal, mevrouw Ramdin? Ja, Murga Bechara is het, hè? Geen ja. Bechara. Murga Bechara, het, heb ik begrepen, is een zielig verhaal over een murga. Die murga wordt van hier en daar gestuurd. En het is ook, heeft een humoristisch karakter. Dus het wordt inderdaad gebracht in het kader van 141 jaar Hindustaanse immigratie. Door de VHP in het in Stichting De Olifant gaat het zijn. Ja. En zielige haan. Ja. Maar uit al het zielige, wat is dan toch de boodschap?
Nou, het is gewoon dat we iets willen doen in verband met 141 jaar Hindoestaanse immigratie. En behalve deze natuur gaan we ook een kleine klederdrachtenshow hebben. Waarbij een aantal jonge mensen een paar mooie klederdrachten van ons gaan vertonen. Dus vanaf toen de mensen hier naartoe kwamen, tot zoals we nu dragen. En we hebben ook gedichten op het programma, een paar kawitas. Ja. Dat is een verrassing. Helemaal. Wat hoopt u of, dat de mensen toch op deze dag allemaal bij stilstaan? Ja, ik wens vooral de gemeenschap te feliciteren met de dag van de immigratie. En, behoorlijk stil vandaag. Ja, stil, heel stil in vergelijking met vorig jaar. Toen was het jubileumjaar, 140 jaar. Toen hadden we heel veel activiteiten. Dit jaar hebben we een paar activiteiten. Het is begonnen met Sangeet Kiraat in Lalaroek van NSHI. En daar heeft SSDP van Blauwgrond Mandir ook nog een bloemenhulde gebracht afgelopen zondag. Ik weet niet of jij erbij was. Nee, wij waren jij was er niet bij. En vandaag heeft de kus ook de bloemenhulde bij Baba en Mai. Van 5 tot 7 vanmiddag. Waarschijnlijk is de uitzending naar iets later net. En zondag willen we met deze Bechara Murga, dan de Natuk, even doorgaan. Ja. Is het allemaal gratis toegankelijk? Ja, de toegang is geheel gratis en iedereen mag komen. Je mag familie, vrienden meenemen. De beroemde Ladi gaat ook een stukje vertolken in deze Natuk. En het is, even kijken, onder leiding in de Natuk is. Wordt gebracht door een nieuwe natuurgroep Oudai, onder leiding van mevrouw Joyce Siudayal. Oh, niet dat de gendercommissie en de jongerenraad hierin zitten? Nee, we zijn nog niet zo ver. We hopen wel misschien de volgende keer. Maar mevrouw Siudayal heeft het initiatief genomen. Ze heeft elk jaar rondom immigratie wel iets leuks dat ze doet. En deze keer is het dan in de vorm van die natuur. Ja. Hoe laat is dat? 7 tot 9 uur. We willen het een beetje... Ook vroeg beginnen en ook een beetje vroeg afsluiten, omdat maandag een werkdag is. Helemaal duidelijk. Dus mensen die zondag toch wel gaan genieten van een beetje toneel, die moeten allemaal richting de Jagannath Lachmanstraat. Laten we toch even praten, iemand wat hebben over de VHP en de gendercommissie. U zit daarin, welke andere activiteiten organiseren jullie? Dus we hebben pas nog gehad de moederdagactiviteit, waar wij een paar moeder van... 2 bejaarden tehuizen in de bloemetjes hebben gezet. Met Vaderdag gebeurt er ook wat. Er is een lezing geweest. Oh ja, en behalve Paramaribo zijn ook de districten bezig met hun eigen activiteiten. Ook zij hebben Moederdag veel belicht dit jaar. Wanika, Nikeri, Saramaka. En we willen rond 8 maart hadden we een lezing. Wat was er weer? En nu is mevrouw Naarden Revos bezig. Mevrouw Revos, Karen Revos bezig met... de initiatief tot meer leiderschap, vrouwelijk leiderschap in 2015, dat ondersteunen we helemaal. Waarom? Omdat er meer vrouwen moeten komen, zowel in de politiek als zichtbaar op andere plaatsen waar ze hun kunnen vertonen. Ja. Ja. En ziet u die drive, die ontwikkeling ook binnen de VHP-vrouwen? Ja, dat was er al. Maar we hopen dat het nog meer wordt en beter wordt. Want meestal worden de vrouwen gebruikt om te mobiliseren en te promoten en de vergaderingen te helpen voorbereiden. Maar als het op verkiesbare plaatsen aankomt, dan zie je ze dan iets minder. Maar we hopen dat het dan ook nog meer gaat veranderen dan daarvoor. Dat ze hun stem laten horen. Ja, behalve dat zij en dat ze gezien worden en dat ze inderdaad ook meegenomen worden in het partijprogramma en de uitvoering daarvan. Ja, zo'n gendercommissie is heel belangrijk binnen een politieke partij als de VHP? Ja, natuurlijk. Zowel de gender als de jongeren zijn heel belangrijke organisaties binnen de partij. Vaak genoeg bestaat de indruk van ja, ze zijn er alleen maar om activiteiten te organiseren. Hoe ondersteunend zijn jullie naar al de grote dingen? Ja, het is zichtbaar. De jongeren, zowel de jongeren, eigenlijk zijn alle extra werkgroepen en commissies die er zijn, altijd zichtbaar bij de grote uitvoeringen. Dus zowel bij invulling van het beleidsplan als bij opstellen van het verkiezingsprogramma, als het grote feest van 65 jaar VHP. Daar hebben ze allemaal hun medewerking aangegeven.
Helemaal duidelijk. Dus nogmaals, zondag aanstaande voor mensen die naar tonelen willen gaan kijken. Murga Bichara, vanaf 7 uur is stichting. 7 uur, ja, de inloop is vanaf 6:30 al. En 7 tot 9 willen het programma afdraaien. En het is geheel gratis. Je mag je vrienden en familie meenemen, meneer Ganesh. De kijkers, niet alleen meneer Ganesh. Maar ook de kijkers natuurlijk. Ja. Dus voor hun bestemde boodschap. Dus u bent van harte welkom. Zondag aanstaande in de Olifant. Bij de natek van Murga Bichara. Bichara Murga. Dank u wel, mevrouw Ramdi. Ook bedankt. De bond van penitentiaire ambtenaren in Suriname heeft het kortgeding tegen de staat Suriname verloren. Rechter Alida Johans heeft vandaag uitspraak gedaan in de slepende zaak tussen de bond onder leiding van Gustaf Galant en het ministerie van Justitie en Politie. De bond had erop gerekend om het gelijk te krijgen bij de rechter. Er zijn eerder ten overstaan van Johans afspraken gemaakt tussen partijen. Galant stelde dat het ministerie zich niet houdt aan de gemaakte afspraken. Er zijn diverse acties gevoerd om het korps penitentiaire ambtenaren op te richten. Inzet van het kortgeding was onder andere instellen van het korps en de benoeming van Regilio Blijt, die de hoogste penitentiaire ambtenaar in rang is, tot korpschef. De bond van penitentiaire ambtenaren in Suriname beraadt zich over de situatie. Voor morgen is er een algemene ledenvergadering gepland. Vandaag, 5 juni, is het precies 141 jaar geleden dat de Lala Roek in Suriname aanmeerde. Daarmee is een periode van de Hindoestaanse immigratie aangebroken. Wat betekent 141 jaar Hindoestaanse immigratie voor onze Hindoestaanse broeders en zusters? Wij van TBN Prime Alert zijn de straat opgegaan en hebben dat vandaag gevraagd. Wat 141 jaar Hindoestaanse immigratie betekent? En mag ik gelijk van hieruit namens mijn cameraman Sandeep, namens mijn persoon, directie en personeel van Trishul Broadcasting Network, Suriname, maar in het bijzonder al onze Hindoestaanse broeders en zusters feliciteren met 141 jaar Hindoestaanse immigratie. Hindoestaanse immigratie. Ja, Hindoestaanse immigratie. Wat betekent deze dag voor u? Nou, een heel bijzondere dag. Een bijzondere dag? Waarom? Nou, daar waren onze voorouders. Ouders in Suriname gekomen. We moeten wel blij zijn dat we nou hier in Suriname wonen. Dus ik ben blij dat u in Suriname mag wonen. Wat wilt u van hieruit aan alle Hindoestaanse broeders en zusters zeggen? Nou, een fijne dag ervan maken en genieten. Veel genieten, ja. Dankjewel. Ja? Het is 5 juni. Da? Welke dag is het vandaag? 5 juni. Ja. En wat was er op 5 juni gebeurd? Hindoestaanse immigratie? Haha. 41 jaar geleden. Haber. Idin Turk had kunje betekenen, ba? Mooi din, ba. Ha, mooi din. Kijk, had mooi din, ba? Arre, aad, ke din hem lok ke baap dada aail he. Ta uik mare, mooi din he. Thik, thik kar is ki saman chale ra sarnaam 141 jaar geleden. Ha, bhalo chali aail. Kijk, had bole? Arre, India mooi lage, ham gaili India ghoome. अब सब कोई ही यहाँ है तब वही है तबेट वहाँ पर दुख भी है काम उम भी ना मिले है ठीक करे बासवन की चलिया सुना चलिया था और मोई है तो बेट तो फिर सीतेर मैं दी सीधा अच्छा बेट बहुत धन्यवाद बच्चा Wat herdenken wij vandaag op 5 juni? De Hindoestaanse immigratie, dat weet ik. Ja. Nee. Wat betekent deze dag voor u? Het betekent heel veel voor onze voorouders dan, natuurlijk. Ik ben blij dat zij toch 141 jaar geleden naar Suriname zijn gekomen. Ja, anders zouden we niet bestaan. Hè? Het is een hele belangrijke dag vandaag. Wat zou u van hieruit aan alle Hindoestaanse broeders en zusters willen zeggen? Ik zou zeggen een heel goede dag vandaag. En onze voorouders dan denken. En hun dankbaar zijn. Ja, precies. Dank u wel. Oké, bye.
Met de Hindoestaanse immigratie. 141 jaar geleden. Ja. Wat vindt u van deze dag zelf? Zo. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen hoor. Bent u blij dat onze voorouders toch naar Suriname zijn gekomen? Ja, heel blij. En moet ik het zeggen? Dus na hun zijn mag wij... Mag ik ook in het Hindoestaans zeggen? Nee, is goed. Dus na hun zijn wij ook hier. En dankzij hun zijn we ook hier gebleven tot nu toe. Ja. Als u zou moeten kiezen om hier te blijven of om naar India te gaan, waar zou u willen blijven? Zo, Suriname is mijn geboorteland, dus ik zou zeggen liever hier blijven om dan terug te gaan. Ja. En wat zou u van hieruit aan alle Hindoestaanse broeders en zusters willen zeggen? Net zo goed, dat wij hier in Suriname een goede leven hebben. We weten niet wat we daar in India tegemoet komen, weet je. En zo zeggen, dat is het. Dankjewel, gefeliciteerd met deze dag. Dag, oei open. Oké. Okay. Het is de Hindoestaanse immigratie, toch? Ja, en wat betekent het voor u? Ah, het betekent heel veel. Hè. Onze voorouders zijn uit India, hè, en we moeten dankbaar zijn, hè, dat zij hier zijn en wij hier geboren zijn. Zeg je dat de Hindoestanen het na 141 jaar goed hebben in Suriname? Ik denk van wel. Ik denk het wel. Hè. Is het een volk dat hard studeert en hard werkt? Ja, het is een volk dat hard studeert en hard werkt. Hè. Ja. Allebei doen. Ja. Maar als u ooit toch de keuze zou moeten maken om hier te blijven en zegt om naar India te gaan, voor welk land zou je kiezen? Ik zou wel voor Suriname kiezen, waar je eigen keuze is, hè, waar je eenmaal gewend bent. Hè. Maar ik heb wel een wens, eens een keertje naar India te gaan om te kijken van waar mijn voorouders gekomen zijn. Hè. Ja? Wat zou je van hieruit aan al onze Hindoestaanse broeders en zusters willen zeggen in verband met deze dag? Ik zou wel een boodschap geven dat wij dankbaar moeten zijn dat onze voorouders van India zijn en wij hier, dankzij hun, wij hier zijn. Hè? En we moeten erg dankbaar zijn dat zij hier naar Suriname is gekomen. Dank u wel, gefeliciteerd met deze dag. Dank u wel, u ook. Ja, welke dag herdenken wij vandaag? De immigratiedag van de Hindoestanen. Ja, wat betekent deze dag voor u? Het is heel veel. Het is heel veel. En we moeten onze voorouders gedenken en de voorbeeld van hun nemen. En wat zij voor... Ze hebben goede voorbeelden voor ons achtergelaten. Zoals? Zoals, kijkt u, onze geloof. Hè? Okay. Dat is het belangrijkste voor mij. En daaruit leer je heel veel. Ja. Hoe hard ze hebben gewerkt, wat ze voor ons hebben gelaten. En we moeten alles accepteren en dankbaar zijn. Zegt u dat ze een goed leven voor ons hebben achtergelaten? En natuurlijk hebben ze een heel goed leven voor ons achtergelaten. Want kijk tegenwoordig de jongeren nu. Wat zij ons gewezen hebben, het wordt niet, het wordt niet zo gedaan. Okay. Hoe zij het hadden verwacht. Weet u? En dat is fout. Ja. Welke boodschap heeft u van hieruit naar al onze Hindoestaanse broeders en zusters in verband met deze dag? Nou, ik zou zeggen, vergeet de voorbeelden van je voorouders niet. Het is nooit te laat. En geef ook hetzelfde voorbeeld aan je kinderen en leer ze. Heel mooi gezegd. Gefeliciteerd met deze dag. Wel, dank u wel. Je immigratiedag, Surinaamse immigratiedag, Hindoestaanse immigratiedag. Goed zo. Wat betekent deze dag voor u? Ja, heel veel. Voor Hindoestanen, ja. U bent onze voorouders dankbaar dat zij naar Suriname waren gekomen? Ja, natuurlijk. Maar, ja. En wat hebben ze ons geleerd, de voorouders? Dat we hard moeten werken. Dus dat, ja. Altijd hard werken. Ja. Ze waren ook hardwerkende mensen, toch? Mm-hmm. Zeg je dat de Hindoestanen het nu, 141 jaar geleden, goed hebben in Suriname? Gewoon een simpele ja of nee? Ja. Ze hebben het wel goed. Ja. Mm-hmm. Ze hebben zo best gedaan, ja. En wat is de boodschap op deze dag? Wat zou je aan al onze Hindoestaanse broeders en zusters willen zeggen? Hard werken zo daar. Mooi. Voor een land opbouw. Verder mooi. Heel
Dank u wel en gefeliciteerd met deze dag. Fijne dag verder jullie. President Desi Bouterse zal op 12 juni de opening van de wereldkampioenschappen voetbal in São Paulo, Brazilië, bijwonen. President Dilma Rousseff van het organiserend land heeft hem daarvoor uitgenodigd. De openingswedstrijd gaat tussen het gastland en Kroatië. De president reist met een kleine delegatie naar het evenement. De minister van Sport en Jeugdzaken is Manto Adna en de First Lady maken daar in ieder geval deel van uit. Bouterse is uitgenodigd in zijn hoedanigheid van president van Suriname en als voorzitter van de Unie van Zuid-Amerikaanse Staten, UNASUR. Hij zal de gelegenheid ook gebruiken om bilaterale gesprekken te voeren met andere staatshoofden. Bouterse heeft de uitnodiging met grote vreugde aanvaard, staat in zijn antwoordbrief naar Rousseff. Hij zegt een groot voetbalfan te zijn. Hij memoreert dat hij in 1974 aanwezig was bij de wedstrijd tussen Brazilië en Nederland in het Duitse Dortmund, die Brazilië toen helaas verloor, aldus Bouterse. De delegatie vertrekt op woensdag 11 juni en keert op 13 juni terug.